De 15-jarige Nia Kanters uit Millingen aan de Rijn zet zich in voor het Malawi-project. In maart 2020 gaat ze met een aantal kinderen van haar middelbare school naar Malawi in Zuid-Afrika. Nia gaat in dat land een school bezoeken en kijken hoe het is om daar te leven. We zijn met school al langere tijd in contact met de school in Malawi. En toen werd er gezegd dat er een aantal kinderen van onze school mee mochten met de reis naar Malawi. En ja, ik wilde dat super graag. En zo zijn we op het idee gekomen om mijn Malawi-project te starten. We gaan daar in Malawi de school bezoeken. En we gaan de school helpen opknappen met... We gaan borden verven, van alles. We gaan de school helpen, we gaan lesgeven. We gaan van alle leuke dingen doen. En we gaan er ook nog naar een ziekenhuis. Dus gaan we allerlei leuke dingen doen. Daarnaast is Nia van plan om een aantal dagen Malawi te verkennen. Voorwaarde van de reis is wel dat ze alles uit eigen zak moet betalen. Daarom houdt de scholier een inzamelingsactie door zelfgemaakte geurzakjes en sjaals te verkopen. De actie loopt tot nu toe volgens plan. Het gaat hartstikke goed en mensen zijn hartstikke enthousiast en daarvan word ik ook weer enthousiast. Mijn oma was altijd heel goed in naaien en zo is het idee gekomen. Een beetje mama die zei sjaals en oma zei, oh ja, daar kan ik wel mee helpen. En het is een soort familiebedrijfje geworden nu. Papa en mama vinden het volgens mij superleuk. Ja. Zijn hartstikke enthousiast en mama en papa helpen allebei ook mee. Elke zaterdag staat bijna standaard op het lijstje om nieuwe stofjes te halen, omdat het zo hard gaat. Dus ons jaarlijks familieuitje, zeg ik altijd. Ja. Vind ik hartstikke leuk. Inmiddels heeft Nia al meer dan 2000 euro opgehaald. Al het geld dat ze overhoudt gaat naar de school in Zuid-Afrika. De inzamelingsactie is te volgen via haar Instagram-kanaal @NiaInActie. Ja, dat klopt.